Na 18 jaar wachten krijgt Krijleroord eindelijk zijn zendmast. De bereikbaarheid in het dorp is bijzonder slecht. Eén streepje. Zodra je gaat bellen, ja, dan houdt het op, dan stopt hij ermee. Vanaf 2000 zijn wij hiermee bezig, dus al 18 jaar. We zijn naar de gemeente gegaan. Je kunt alles. De provincie hebben we aangeschreven. We hebben echt alle mogelijke manieren geprobeerd om hier een mast te krijgen. En steeds kregen we te horen, het is te duur, het is te duur. Er is gebeurd dat een inwoner van ons dorp een hartaanval kreeg. En dat de ambulance kwam en wilde uit gaan lezen en dat niet lukte. En met de ambulance naar de A7 zijn gegaan. En daar eindelijk bereik hadden om het hartfilmpje uit te lezen. Het is een levensbedreigend iets, want voor hetzelfde geld zou de patiënt overleden zijn. Eind van de maand moet de mast in gebruik zijn. Inwoners van Krijleroord zijn er heel erg blij mee. Ja, maar heeft u al gekeken? Waar? Hier? Oh, ja, ik ben er langs gelopen. Ja. Soms heb je gewoon geen bereik. Ja, dan houdt het op even. Dat ken je niet. Dat ken je niet in 2018 dat je al vanaf, wat is het, 1998 dan... Nee, dat kan niet. Ja, nee, dat is natuurlijk het ergste wat er is. Als de ambulance komt en er gebeurt wat en ze moeten eerst het dorp uitrijden om dan ontvangst te hebben. Ja, dat is natuurlijk geen goede zaak. Dus wat dat betreft is het echt wel een vooruitgang dat daar nu dus ook bereik voor is. We zijn er enorm blij mee dat we binnenkort echt weer gewoon normaal kunnen gaan leven en bereikbaar zijn voor de buitenwereld.